en Dikkie Seemeyer. En jullie weten wat dat wil zeggen. Tournée Générale. Vandaag ben ik in Mechelen in Café Tilt, maar het is niet de bedoeling dat ik hier ga blijven vandaag. We gaan samen met de supporters van Mechelen naar Genk, maar eerst moet ik wel kennis maken met de personen waarmee ik ga vertrekken, dus kom maar mee. Dat is Bumba. Dus u bent Bumba? Ik ben niet Bumba, ik ben de voice-over bij Bumba. Bumba en Boombaloo zijn dikke vrienden. Maar tijd om afscheid te nemen. Tot ziens. Wie is Rooske en wat betekent zij voor u? Die is Rooske. Mijn derde grootmoeder, laat ons zeggen. En als je dan zo'n cafeetje vindt, gelijk hier, waar je naar een verplaatsing kunt gaan, super. De bus gaat vertrekken, dus moeten we gaan. Gaan we een pintje wegzetten? Zal we weg. De bus staat hier al klaar achter mij. Een lange rit naar Genk met de ware supporters. Ik wil zo wel zien of dat de echt ware supporters zijn. Hè? Ik kan allemaal niet ontdekken. Let's go. Hoe leuk is het eigenlijk om zo'n uitwedstrijd te beleven? Ja, dat is een uitlaatklep in het weekend, dat je altijd hebt. Dat is hetgeen waar ik altijd het meeste mee amuseer. En dat is altijd in het weekend voetbalverstand even op nul zetten en gaan voor de voetbal. Plezant. Verstand op nul is niet zo verstandig, hè? Ja, ja, als je een paar pintjes op het komt dat dichter bij de nul. Hè. Waarom de naam De Kekkers? De Kekkers? Ja, dat is een goeie. Het schijnt dat er voor mijn leven een op de middenstip een kaksje heeft gelegd. Dat is het verhaal dat ik gehoord heb, maar dat dat nu effectief waar is, dat weet ik dus niet. Maar 2-1 misschien dan? Een ander mocht dat af en wij maken dat niet af. Dat is zuur. Dat is het verschil van klassen zeker, hè? Hoe beschrijft jij de perfecte voetbalhamburger? De perfecte voetbalhamburger is gewoon een verse pistolet, een hamburgertje op de plaat gebakken, goed gebakken aan jaan en een sausje bij en meer met een issa. Helemaal vanuit Mechelen naar hier. We zijn ook in de top van België, dus we moeten ons bijna neerleggen. Hè. We zijn terug waar we zijn begonnen vanochtend, Café Tilt. Het was een lange dag en ik zeg jullie, ondanks de 4-0, ambiance was top. Als jullie mij ook op bezoek willen hebben, heel simpel, tourneegeneraal.be en het is maar €1 dat je moet geven. Stem op je café. Naast mijn présence in je café kun je nog van alles winnen. Zowel voetbalshirts als voetbaltickets. Ik ga je nog snel een Tournée Générale geven en ik ga jullie laten. Dus, tot ziens.